goedemorgen. Het is dag 2 van de Spark & AI Summit. Vanochtend bij de keynote is veel aandacht voor MLflow, een open source end-to-end model lifecycle framework. Super interessant, er komt een 1.0 stable version aan in mei. Zeker iets wat we moeten gaan gebruiken, denk ik, in Nederland. Verder vandaag veel praatjes op de agenda. Ik ben benieuwd wat de dag gaat brengen. Wat me opvalt aan de conferentie is dat er eigenlijk heel veel thema's voorbij komen die we in Nederland ook veel behandelen en die hot zijn. Denk aan ethics, fairness van machine learning modellen, security, privacy. Verder zijn er heel veel onderwerpen over deep learning. En wat je ook veel ziet is model lifecycle management, modelbeheer, het in productie zetten van modellen. Eigenlijk verrassend vergelijkbare thema's als Nederland, alleen het grappige is hier dat de bedrijven er al vol mee bezig zijn en ook echt vol de tooling ontwikkelen die daarvoor gebruikt wordt. En dat is wel heel leuk om te zien. Over large-scale processing gesproken, dit is hoe je 5000 man te eten geeft. Nou, als laatste een eindoordeel van de conferentie. Ik vond het super leuk om hier in San Francisco bij de conferentie geweest te zijn. Heel veel gezien van de Amerikaanse sector en bedrijven. En het is toch wel leuk om te weten waar al die technologie nou vandaan komt en wie die core contributors zijn die het allemaal maken. Maar verder mag de conferentie voor mij wel een tikje kleiner. 5000 mensen, zoals ik al in mijn eerste blog zei, maar ook gewoon 12 tracks op elk moment. Met een beetje fear of missing out. En moet ik elke keer kiezen tussen 12 interessante talks die ik allemaal wil bijwonen. En dat betekent denk ik een hoop uurtjes terugkijken op de video.